Zo, goedemorgen. Zijn we weer. Het is vrijdagmorgen. En ja, omstandigheden zijn weer anders. Het is heel laag water. En het is ook redelijk troebel. Maar het lage water hebben we al 2-3 weken met al die regenval die daarvoor was niet meer gezien. Maar ja, nu dus wel. En ja, ik zie dat niet per definitie als een nadeel. Ja, de weersvoorspellingen voor vandaag zijn ongeveer 28 graden, misschien zelfs wel 30, maar ja, dat was gisteren eigenlijk ook de situatie en toen was het heel de dag bewolkt. Ja, en ook nu is het weer bewolkt, dus ja, ik kan me niet voorstellen dat het zo warm gaat worden en dat hoop ik ook niet. Maar goed, we gaan het gewoon weer proberen, dus ik zou zeggen gewoon weer blijven kijken, dat gaat u zelf zien. En ik loop wel dapper, zeker op dit stromende water.
Dat is een mooie visie. Dat is niet eens zo groot, geloof ik. Zo dan. Net gemeten op 1 meter 2. Echt een mooie vis. Berensterk. Echt zo'n rivierbuffel. Zo.
En die rivier is er toch sterk. Niet normaal. Hij mag weer weg.
Weer een mooie vis. Meter en een halve centimeter, dus dan houden we netjes op 1 meter. Prachtig, perfect gehaakt. Heerlijk. Dan mag je weer zwemmen. Nog een lijntje van iemand anders in. En dat was inmiddels verkeerd. Hij mag toen zwemmen. Prachtige gekleurde vis. Snolle polletjes. Van links naar rechts. En het golft en het golft. Waterscooters, speedboten, huurbootjes. Alles wat varen kan, dat is op dit moment op het water. En dat snap ik ook, maar het is natuurlijk voor niet dat soort mensen schitterend weer. Maar het is voor mij gewoon te warm. En de vis ook nu, dus... Het zal wel de laatste zijn, maar ja, ik kom hier al nog een stuk terug. Zo, even een rustig plekje in de schaduw opgezocht en dat valt niet mee, want het is echt een gekhuis op het water. Ik heb op het moment het idee dat ik figurant ben in een clip van de Snollebolletjes. Van links naar rechts, want mijn bootje dat klotst alle kanten op. Ik ben even uit het gevaar weggegaan, maar als je daar midden tussen zit en heb je golven van regelmatig 80, 90 centimeter hoog en dan ga je alle kanten op. Nou, dat is wel leuk in een feesttent, maar dan kan je zeggen, als ik aan het vissen ben, heb ik het liever niet. Maar goed, vanmorgen was ik later op het water, want ik moest even op en neer naar Schiphol. Toen twijfelde ik, ga ik een poosje pitten of ga ik toch maar vissen. En het laatste heb ik gedaan en daar heb ik echt geen spijt van. Want het is zo'n beetje tot en met de middag prima weer geweest. Ik denk nog geen 20 graden. Ik heb mijn vest gewoon aangehouden, want het was gewoon fris. Een paar golfjes. En bewolkt. Een leuke aanbeter gehad. Een aardig stapeltje vis gevangen. 2 meters erbij, dus helemaal niks te klaar. Ik ben super blij mee. Ja, en toen om 1:01... kwam de zon erdoor en dan wordt het gelijk perfect en schiet de temperatuur richting
6, 27 graden. Dan worden we knap benauwd met al die vochtigheid. Ja, en dan al die bootjes erbij. Alles zit op het water. Dan speedbootjes. Ik heb heel veel waterscooters gezien. Waterskiers achter speedboten. Kinderen in van die bandjes achter boten. Jachies, huurboten, blokhutboten. Je kan het niet bedenken. Alles wat drijft zit op het water op het moment. En ik snap het heel goed, want het is prachtig weer. En het is voor veel mensen een van de laatste vakantiedagen. Dus ze moeten ervan profiteren. Maar voor het vissen is het minder. Ja, eigenlijk was het is nu nog niet eens halverwege de middag. En ik kap ermee, want het is gewoon niet meer te doen. Maar een topdag gehad. Super genoten. En alweer uitkijken naar de volgende. Dus ik zou zeggen, gewoon blijven kijken. Dat ga je het team weer zien.